Nijmegen staat stil bij de 1600 Commonwealth-soldaten die rond de stad omkwamen. Delegaties uit alle windstreken waren aanwezig. Ik vind zelf het mooie, dat is echt uniek, nog niet eerder voorkomen, dat het een herdenking wordt met en Amerikaanse en Britse vertegenwoordigers, die ook allebei deelnemen door militaire aanwezigheid en ook de vertegenwoordigers, de ambassadeurs. En verder in het nieuws vandaag. Paradropringen over Rasselt gaat mis. En ramkraak bij juwelier in winkelcentrum Malden. In Nijmegen werd vandaag stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog op de militaire begraafplaats Jonkerbos. Op deze begraafplaats liggen ruim 1600 Commonwealth-soldaten begraven. Die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vandaag stond in het teken van soldaten die in en rond Nijmegen zijn omgekomen vanaf september 1944. Op de militaire begraafplaats Jonkerbos werd vandaag stilgestaan bij 80 jaar Market Garden. Voor het eerst was zowel Amerika als Engeland vertegenwoordigd bij deze herdenking. Voor burgemeester Bruls een speciaal moment. Ze zijn natuurlijk vooral soldaten van de Britten, hè, Commonwealth begraven. En die worden dan ook speciaal herdacht. Maar ik vind zelf het mooie, dat is echt uniek, nog niet eerder voorkomen, dat het een herdenking wordt met en Amerikaanse en Britse vertegenwoordigers, die ook allebei deelnemen door militaire aanwezigheid en ook de vertegenwoordigers, de ambassadeurs. Zelfs na 80 jaar staat Nijmegen nog steeds groot stil bij wat er in 1944 hier is gebeurd. Wij proberen te tonen dat we niet zullen vergeten, dat we het belangrijk vinden om te blijven denken hoe we 80 jaar geleden bevrijd zijn en hoe de oorlog zoveel verwoesting heeft aangericht, maar ook dankbaarheid voor hen die gevallen zijn. En het is ook altijd mooi om te zien hoe ze met grote delegaties in september naar Nijmegen en natuurlijk ook andere plaatsen komen. Dus ik vind het altijd zeer eervol en ook heel erg mooi dat we dat zo samen kunnen doen. En nou ja, dat moet ons allemaal ook hoop geven in een wereld waar natuurlijk van alles aan de hand is. Op de Canadese begraafplaats in Groesbeek zorgt stichting Faces to Graves ervoor dat alle graven een gezicht krijgen. Met deze actie hebben zij de vrijwilligers van begraafplaats Jonkerbos geïnspireerd om hetzelfde te doen. De portretten laten zien wie er voor onze vrijheid heeft gevochten. Ja, het moeilijke is dat men zegt ze hebben hun leven gegeven, maar hun leven werd hun afgepakt. Omdat ze beschoten werden of in een ander gevecht terechtkwamen. Dus waren dat ook jonge jongens die in dienst gingen en moesten. Dat maakt het zeker veel persoonlijker. Je kunt ook via een QR-code dan wat informatie opzoeken. Dat geeft die grafstenen, die ik op zich toch al heel mooi vind in hun eenvoud, nog wat extra cachet. Als je nu het gezicht bij het graf ziet staan, dan krijg je een indruk welke leeftijd die jonge mensen hadden die het leven ons opgeofferd hebben. Ook in Groesbeek wordt stilgestaan bij operatie Market Garden, die 80 jaar geleden plaatsvond. Met tanks, uniformen en originele voertuigen rijden militaire kolonnes naar verschillende plekken in het land. En vandaag hebben zij een kampement neergestreken in Groesbeek. Het weiland bij het dorp Groesbeek doet sterk denken aan hoe het er 80 jaar geleden uitzag. Door de reenactors worden de gebruik van die tijd zoveel mogelijk nagebootst. The military police were always, they had to keep a high standard to show to the troops the high standard that they should be kept to. And so what you see is a lot of our guys haven't really brushed their boots down or given their kit a bit of a clean for about a couple of days. So they're giving it a clean and a brush down because whilst again they're not like spit and polish sign as they would have been in the UK, they still had to keep up some form of professional appearance, which is what we're trying to do. En naast deze gebruiken zijn er nog meer gebruiken nagebootst. Zo schreven mensen met stoepkrijt verschillende boodschappen op de tanks. Ja, dat is iets wat vroeger veel gedaan werd, hè, als de tanks in een bepaalde plaats kwamen. Er staat bijvoorbeeld op no cigarettes. Ze werden helemaal gek van Nederlanders die vroegen om sigaretten. Want dat hadden ze heel lang niet meer gehad. Hè. Je moet voorstellen, je hebt 5 jaar bezetting gehad. Er was eigenlijk niks meer. Dus ze bedelden echt om sigaretten en om dat soort dingen. En op een gegeven moment hadden ze geen sigaretten meer over om uit te delen. En om er maar vanaf te zijn, schreven ze dan op de zijkant no cigarettes. Maar er waren ook mensen die schreven daar bijvoorbeeld een bericht op voor familie in de volgende stad. Dus als zo'n tank stond in bijvoorbeeld Nijmegen, dan schreef iemand alles wel in Nijmegen, familie die en die. En als die tank dan doortrok naar Bemmel, dan konden ze dat hopen dus dat ze dat zagen. Dus het werd gebruikt als een soort postmiddeltje of om berichtjes door te geven, ja.
En ondanks dat het niet kan worden vergeleken met 80 jaar geleden, kan nog op deze manier wel worden herdacht en stilgestaan bij de gebeurtenis. Maar als je dan de hele dag in zo'n tank hebt gezeten, je hebt gereden, je bent moe en je komt dan op kamp aan, dan moet je je kampement nog bouwen. En dan hebben wij nog niet eens gevochten. Want laten we eerlijk zijn, we zijn aan het spelen. En we laten zien hoe het er 80 jaar geleden aan toe ging. Dus wij doen dit omdat we dit heel mooi vinden om te laten zien. We doen dit omdat we het mooi vinden om mee te rijden. Maar 80 jaar geleden moesten ze het doen. En werd ook nog op ze geschoten. Dus ja, het is natuurlijk, je kunt het niet vergelijken. Maar het is wel bijzonder om te mogen meemaken om diezelfde route te mogen rijden. En we reden de route naar Valkenswaard en er stonden foto's langs de kant van de weg. Hele grote billboards. Met hoe die weg er toen uitgezien heeft, met de wrakken van de tanks erop. En als je dezelfde tank over die weg rijdt, krijg je toch wel een beetje kippenvel. En dan rij je langs de begraafplaatsen en ja, dan sta je er wel echt even bij stil. Het is erg bijzonder om mee te mogen maken. Ja. Een sprong van parachutisten ging woensdagavond helemaal mis langs de N846 bij Overasselt. Waarschijnlijk door de harde wind kwamen 9 van hen in de bomen terecht. 3 mensen raakten licht gewond en moesten naar het ziekenhuis. De zogenoemde airborne sprong was onderdeel van herdenking van 80 jaar Market Garden. Woensdag werd daar in Overasselt de hele dag uitgebreid bij stilgestaan. Het is onduidelijk waarom het misging. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid vermoedt echter dat de harde wind een rol speelde. Eén persoon hebben we dus uit de boom gehaald met een hoogwerker. Daar konden we goed bij komen aan de rand van de bossage. 2 anderen zaten dus midden in de bossage. En daar hebben dus de hoogte reddingsteams, quick response teams van onder andere de VRU opgeroepen. Dus Veiligheidsregio Utrecht. En deze zijn ingezet. De parachutisten die donderdagochtend gedropt zouden worden boven Groesbeek hebben een no-go gekregen. Vanwege de harde wind kon de organisatie niet garanderen dat alle parachutisten veilig konden landen. In het winkelcentrum in Malden heeft vannacht een ramkraak plaatsgevonden. Juwelier van Arensbergen was hiervan het doelwit. De ramkraak ontstond doordat er een auto in het winkelcentrum binnenreed en frontaal botste op de voorgevel van de juwelier. Volgens de woordvoerder van de politie kwam er rond 3:30 een melding binnen via het inbraakalarm van het winkelcentrum. De ingang was compleet vernield en er stond nog een auto in de hal. Of er iets gestolen is, is nog onduidelijk. Het winkelcentrum ging in de loop van de ochtend weer open. Voor onderzoek is een klein deel rondom de juwelierszaak nog afgesloten. Over het Maas-Waalkanaal lag in september 1944 een viertal bruggen die een rol zouden spelen in operatie Market Garden. Uiteindelijk kon de kleinste brug van de 4 als enige intact worden ingenomen, wat van essentieel belang bleek te zijn voor de bevrijding van Nijmegen. Bij de inname van de brug sneuvelde een 6-tal Amerikaanse militairen. Vandaag onthulde burgemeester Juri Minses samen met 1 van de Amerikaanse gasten bij het monument op het Sluisterterrein in Heumen een plaket, waarin deze slachtoffers 80 jaar na dato alsnog geëerd worden. Ook in Overasselt wordt stilgestaan bij operatie Market Garden, die 80 jaar geleden plaatsvond. Bij Overasselt vonden destijds droppingen plaats. Het bevrijdingsmonument markeert deze plek. Ook woensdagmiddag vonden deze droppingen weer plaats. In deze regio bij Overasselt vonden er 80 jaar geleden droppingen plaats die vielen onder Operation Market Garden. Dit allemaal voor de vrijheid van ons land. We hebben hier herdacht dat hier 80 jaar geleden luchtlandingen hebben plaatsgevonden in Overasselt, die heel belangrijk waren ook voor de operatie Market Garden. En als ik nu achter jou over jouw schouder heen kijk, dan zie ik zelfs de parachutisten landen. We vinden nu hier ook landingen plaats. Om te herinneren aan dat bijzondere feit van 80 jaar geleden, wat onze bevrijheid heeft teruggegeven als het ware. Ja, want het is dus ook echt op deze locatie gebeurd. Ja, het is hier in deze omgeving, directe omgeving gebeurd. Het monument achter mij herinnert daar ook aan. De symboliek is overduidelijk. Het zijn natuurlijk parachutes. Die maken dat op deze plek ieder jaar ook op 4 mei stilgestaan wordt bij de doden uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de herdenking werd stilgestaan bij 3 bijzondere inwoners van de gemeente Heumen. Zij hielpen Franse soldaten en krijgsgevangenen tijdens Operation Market Garden. Ter ere van hen is er een plakkaat onthuld. Ja, we hebben vandaag hier op deze plek ook heel specifiek stilgestaan bij 3 verzetstrijders. 2 uit Overasselt en 1 uit Malden. Wim van Dreumel, Martien Dinnissen en Jan Arts. Omdat zij in de oorlog een verzetsgroep vormden waar heel lang niks over bekend is geweest. En ze hebben neergestorte Franse piloten helpen ontkomen en verder gebracht, zodat zij terug konden naar het vaderland en konden ontsnappen aan de Duitsers.
Dan nog kort het weerbericht. Daarin is nog weinig verandering te zien. Ook morgen en zaterdag krijgen we nog twee heerlijke najaarsdagen. Er is volop zon bij temperaturen van 23 of 24 graden. Vanaf zondag wordt het geleidelijk iets wisselvalliger en later volgende week ook een stuk frisser. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 19 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je om 15:15 de streek in en 16:15 nog een uitgebreide reportage van de Nijmeegse popronde. Nou, wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!